Zandvoort Sport nabeschouwing. Goedemiddag, Raymond. Goedemiddag. En had jij ook geliek toen jij gisteren won van Nieuw-Heten? Jouw theorie rond deze wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon, moest je deze ook gewoon winnen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk ging het, ja, we begonnen niet zo heel erg scherp. Althans, je mist een paar kansen en hun gooien ze erin. Mm-hmm. Ja, dan kom je achter. Maar ja, uiteindelijk zie je dat het team zo ontzettend gegroeid is, dat ik nooit een moment heb gehad dat ik gedacht van, nou, dit gaan we verliezen. Nee, precies. Kijk, in principe 25-20 lijkt op zich geen hele dikke overwinning, maar het zijn gewoon 5 doelpunten verschil natuurlijk, hè? Ja, en dan moet ik ook wel zeggen dat er aardig wat doelpunten voor ons teruggefloten zijn, die te maken hadden dat de scheidsrechter alsnog een vrije bal gaf of een penalty, terwijl de doelpunt er al in lag. Ja. Dat gebeurt ook een keer of 9 of 10 of zo, dus dat scheelt ook wel weer. Ja, precies. Kun je ons eens meenemen, zo vanaf het begin af, hoe die wedstrijd verliep qua scoren? We kwamen eigenlijk door onze eigen fouten kwamen we achter. 4-1. En dan zie je dat eigenlijk het team gewoon rustig blijft. Een puntje voor puntje terugkomt. En uiteindelijk in de rust sta je eigenlijk gewoon met 13-10 voor. Nou, nooit een moment gehad van, nou ja, dat wordt paniek. Nou, een tweede helft lopen netjes weg. En dan laat je toch iets terugkomen. En dan kijkt de groepsrechter even naar zichzelf van, oh, even opletten, even gas erbij. En wat gebeurt dan? En dan sta je zo weer 5 punten voor. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon een hele degelijke overwinning, kan ik zeggen. Ja, nou ja, dat klinkt ook heel goed. En ik denk ook, ja goed, als je naar de stand kijkt, ja, je staat bovenaan. En dan is het ook, ja, logisch, zal Cruijff zeggen, als je dan van de nummer 11 wint. Hè? Alleen, dat is geen gegeven. Zeker niet. Er zit een klein beetje derbygehalte natuurlijk in. Ja, zeker. Als je dan vorige week bijvoorbeeld zat, dan ga je naar een team wat onderaan staat en dan zegt iedereen van, nou, dan moet je even dik van winnen. En als je met die gedachte zo'n wedstrijd ingaat en gemakzuchten, ja, mm-hmm, dan krijg je het gewoon wat lastiger. Uiteindelijk win je die wedstrijd op het teamverschil. Mm-hmm. Maar ja, heb je dan gewoon niet het gevoel van, nou, we hebben even lekker gespeeld. En gisteren was het alweer een stuk beter. En dat was prima. En uiteindelijk, ja, dit is een stuk derby. Je wilt graag, maar daar heb je altijd wel 2 teams voor nodig. En dat was gisteren niet helemaal. Wij wouden heel graag op tempo spelen. En hun dachten ook van, ja, als we dat gaan doen, dan gaan we er helemaal aan. En dus hun vertraagt nogal op dingetjes. Dus ja, uiteindelijk ben ik een tevreden man. Je zei dat jouw team ook een moment had van verslapping. En dat er ineens veel doels tegenkwamen. Wat vind je ervan? Ja, dan ga je dan komt een beetje gemakzucht. Dus sta je er 5 voor, dan gaat eigenlijk, loop je zo weer weg. En dan heb je eigenlijk een beetje, dan wil je eigenlijk soms de aanvallen iets te snel afsluiten. En terwijl je dan gewoon even rond moet spelen, die juist niet druk moet zetten. En dan loop je er zo doorheen. En dan wordt het misschien wel 6, 7, 8 verschil. Ja, en dan verlies je de bal. En dan krijg je 2, 3 doelpuntjes tegen. Ja, dan kijk je elkaar even aan van, en wat zijn we aan het doen? Nou ja, maar dan is de groep nu zo volwassen genoeg te zeggen van, oh, wacht even. Nou moeten we even kort met elkaar. En dan, dat doen ze dan. En dan sta je zo weer die 5 punten voor. Dan slijkt het dan op dat moment er even ineens in. En dan komt er ineens een besef van, hey, daar is de groep echt in gegroeid. Dat je gewoon ziet van, oh, oké. Okay. Maar ze worden ook niet meer zo gauw zenuwachtig. Als er 1 of 2 doelpjes achter staan, dan is het niet gelijk paniek van, oh jee, we staan achter en dat soort dingen. Nee, we weten gewoon, zo'n wedstrijd duurt 60 minuten. En uiteindelijk na 6 minuten weet je waar je staat. Jullie hebben het sowieso eigenlijk tot nu toe dit seizoen heel goed gedaan. Van de 14 wedstrijden, maar eentje volgens mij niet gewonnen, of hebben jullie 2 keer gelijk gespeeld? Ja, we hebben 1 keer verloren van Pacelli. Oh ja, van Pacelli, ja. Die staat op nummer 2. Ja. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Hoe ervaar jij het allemaal dit seizoen? Ja, kijk, ik ben altijd zo'n, ik ben trainer, ik doe gewoon wat ik denk wat best bij de groep past. Nou, dat klikt. En natuurlijk, als je wint, dan is de sfeer natuurlijk goed. Dan is het allemaal een stuk makkelijker dan als je onderaan bungelt. Ja, dan wordt de sfeer wat minder. Als je bijvoorbeeld ziet, de trainingsopkomst zijn er bijna altijd. Er moet echt wat een reden zijn dat ze er niet zijn. En dat is natuurlijk wel heel bevorderlijk voor het team ook natuurlijk. En dan kun je lekker trainen en de wedstrijden ga je dan winnen. Ja, dan is de sfeer goed. En ja, ik heb het echt naar mijn zin, dus het bevalt me ook heel goed. Heb je inmiddels ook het contract al verlengd naar volgende? Daar zijn we druk mee bezig. Oké. De sponsor moet nog een paar centjes bijgeven. Nee. Het gaat mij ook om het gevoel. Daar ben ik heel makkelijk in. Het gevoel moet goed zijn, de sfeer moet goed zijn. En als het goed is het goed, vind ik. Absoluut waar. Ja. Wat dat betreft, wij zeggen als sporters ook altijd, als het plezier niet is, kun je ook niet presteren. Dus er moet eerst plezier komen. Ik moet toch 3 keer in de week naar het avond om daarheen. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik krijg ook voor mijn werk veel. Mm-hmm. Dat vind ik helemaal niet erg.
Maar als je dan met het alleen voor het geld doet, of elke keer ook erheen moet voor, dat je denkt van, oh, moet daar weer heen. Mm-hmm. Ja, dan ben je niet goed bezig, denk ik. Ik ga elke keer nog fluitend ga ik naar de trainingen toe, naar de wedstrijd toe. Ik heb het naar mijn zin. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk voor mij. Ja. Kunnen we van de week lezen in de media dat het contract verlengd is, of duurt het nog even? Nou, dat ligt eraan. Ik denk persoonlijk dat het goed gaat komen. Nou, dat vind ik ook leuk. Ja. Je bent daar iets moois aan het neerzetten, Raymond. Ja. En, ja, zeker. Dat mag ook vervolg krijgen om ook daarmee goed te gaan oogsten. Voorlopig sta je bovenaan. De wedstrijd tegen Pacelli is pas in maart, zag ik. Letterlijk volgende week uit. Ja, dat is ook leuk hoor. Mooi. Dat is een hele leuke wedstrijd. Ja. En maar we kijken gewoon per wedstrijd en dan uiteindelijk zien we aan het einde van de streep waar we staan. Dat is het belangrijkste. Zo is het. Aan het einde van de streep daar worden de prijzen verdeeld. Hè? Ja. Dat klopt. En dan gaan we zien waar we staan. Zo is het. Dankjewel voor je tijd eventjes, Raymond. En heel veel succes de komende weken weer. En hopelijk gauw weer nieuws rondom jouw contract. Hè? Ja, hoop het ook. Okay. Dus ik mag netjes af. Zo is het. Fijne zondag. Okay. Fijne zondag. Dankjewel. Oké, okay. Hoi.